Het is gelukt. De 250 is bereikt. Kijk zelf maar, intussen zijn het er zelfs al 259. Goedendag en welkom weer bij een nieuwe Ribe de Bie. Ja, het is het weekend van de Ronde van Vlaanderen. Alleen, ik moet werken. Geen wedstrijden, niet voor de tv naar de Ronde van Vlaanderen kijken. Maar het is nu vrijdag. En ik ben vrij, dus ik ga eens kijken in Oudenaarde en omstreken. Ja, of ik een leuke training kan maken over het parcours van de Ronde van Vlaanderen. En als je ooit in de Vlaamse Ardennen gaat fietsen, ja, Oudenaarde is een perfecte uitvalsbasis om te rijden. Ik parkeer mijn auto vaak op het viaduct, ja, net aan de rand van Oudenaarde. En dan kan je zo naar de verschillende routes rijden vanuit het centrum Ronde van Vlaanderen. Ik dacht, leuk, het is druk. Ik ga nog even dwars door het centrum en dan aan mijn route beginnen. Maar wat zie ik dan ineens aan de linkerkant? Kijk, kijk, kijk. Ja, dat is de groep van Telenet Fidea. In het laatste wiel, dat was inderdaad Sven Nys. Dus wat doe ik? Ik keer om en ik ga erachteraan. En wie zijn dan de achterste twee? Jawel, links Tom Meeuwissen en rechts Sven Nys. Ja, de eerste werkdag van Sven Nys was dit als manager van Telenet Fidea. Ja, dan wil je daar toch even een stukje mee meerijden. Maar helaas, ze gingen al redelijk snel naar rechts terwijl ik naar de linkerkant toe ging. Ach ja, toch even leuk om daar mee te rijden. Mijn eerste bergje is de Achterberg. Ja, als ik hier rechtdoor ga, dan ga ik naar de Edelaren. Een redelijk bekende berg die ik al vaker heb gereden, maar de Achterberg nog nooit. 1,1 kilometer lang en hier zo, even kijken, 13%. Best pittig, ik kan nog niet veel gereden en dan kom je dit tegen. Leuk bergje om te rijden, slecht asfalt, maar ja, dat zien we overal in Vlaanderen. En dan ben ik op weg naar de kasseien van de Holleweg. Ja, dit kruispunt ken je toevallig wel, denk ik. Dat was in het nieuwsblad de bocht waar Tony Martin die valpartij had. Ja, dit is de Holleweg. Dat zijn best smerige kasseien. En die zijn ruim kilometer lang is dit gedeelte. En als je deze weg volgt, een paar keer rechts afslaat, dan kom je ook vanzelf bij deze weg, de Ruiterstraat. Maar ik was op weg naar de Molenberg. De berg die al een aantal keren eruit is gehaald in verschillende wedstrijden wegens werkzaamheden. Ik dacht aan de berg zelf, maar de weg ernaartoe die is helemaal veranderd. Ja, de kasseien van de Molenberg liggen nog gewoon precies hetzelfde. Het is echt mega, mega slecht. Ja, zoals je meteen al ziet, die kuil erin. Hallo poes, wat lief. Wacht je even op me? Nee, oké, ga je door. Ja, die kasseien liggen echt heel slecht. Ik kan altijd zeggen, hou links aan. Aan de rechterkant, het middengedeelte, dat is eigenlijk het slechtste stuk. Ja, ik vind de Molenberg altijd wel een lekkere helling. Dat is een helling waar je toch redelijk kan doortrekken. Het venijn zit in het begin. En als je daarna nog wat over hebt, dan kan je redelijk doorschakelen. De Molenberg, echt zo'n klassieker die je in de Vlaamse Ardennen gedaan moet hebben. Mooie berg. En dan ben ik op weg naar de Paddenstraat en rij ik dit groepje voorbij. Ja, en dan kom ik ze iets later, denk ik, weer tegen. Ik denk, hé, die groep haalt me weer in. Maar nee, kijk, dat is een Quickstep renner. Ja, en aan zijn lengte te zien, het kan er maar één zijn volgens mij. Stijn van den Berg, 1,99 meter is hij. En als ik het zo zie, heeft hij die lengte ook. Ja, twee dagen voor de wedstrijd, dus hij pakte nog een rustige training waarschijnlijk. Hij reed ook absoluut niet over de Paddenstraat, maar ging ervoor. Ja, ietsje verder hier ging hij al weer rechtsaf. En dan de Paddenstraat. Ja, deze bocht, de Philippe Gaumont-bocht, die ging hier al 15 jaar geleden volgens mij heel hard op zijn gezicht. En ja, het begin... Bijna 3 kilometer lang en eigenlijk de ergste kasseienstrook die er is. Vooral ook omdat hij op een gegeven moment lichtjes ook omhoog gaat.
En omhoog gaat het naar de eerste flauwe bocht. Ja, eigenlijk bij de huizen waar je ook nog eventjes kan smokkelen. En dan is het rapido naar het zwaarste stuk. En ja, daar kan je in het gootje rijden. Ik probeer het en het gaat wel goed, maar het is altijd heel geconcentreerd rijden. Want links is een opstaand randje. Ja, als je daar tegenkomt, dan ga je heel hard op je kokosnoot. Ja, en rechts is het ook een stukje naar beneden. Ja, en als je daarin komt, snelheid weg, dan moet je er weer op komen. Is gevaarlijk. Ja, zoals je ziet ga ik gewoon weer op midden van de weg. En dan merk ik dat ik toch eigenlijk redelijk meer snelheid pak. En dan komen we op het einde van de Kasseistrook. En had je vroeger aan de linkerkant had je hier zo'n prachtig cafeetje zitten. Café Romana, het is er niet meer. En rechts het standbeeld van de Ronde van Vlaanderen. Ja, een aandenken aan die prachtige ronde wat heel veel mensen niet weten. En daarin staan alle namen van winnaars gegraveerd. Mooi plekje om ook even te stoppen. Heerlijk. En dan rij ik niet meer alleen, want Jan de Munk is samen met mij komen rijden. Die is nog even vanuit Borselen naar Vlaanderen toegekomen. Ja, en dan gaan we de zuidelijke ronde doen en dan gaan we dat bergje doen. De Bult van Melden, de Koppenberg. Alleen het had geregend, het was echt verschrikkelijk weer geweest die nacht ervoor, waardoor het ontzettend glad was. En dan kan je zien hier zo, links ligt modder. Daar komt Jan de Munk. Ja, dat is echt een goede klimmer. Betere klimmer dan dat ik ben. Normaal gesproken komen wij alle twee wel boven. Maar je ziet het al. Ons achterwiel begint weg te schuiven. Dat van Jan zie ik ook al gaan. En bij mij 1, 2, 3. Hoppatee, ik ben ineens volledig controle kwijt. Maar let dan op, kijk hier links. Piatowski. Die komt ook ineens gewoon naar boven toe gereden. En dan komt de hele Skyploeg komt eraan. Stenner, Thomas, Rowe, Golas, Knees. Ja, en of het dan nu mooi genoeg is geweest. Ook nog eens Astana. Kijk, kijk, daar hebben we Lars Boom. Zelfs hij dat komt niet boven. Ook hij schuift weg en moet dan een stuk gaan lopen. Ja, en dat voor een veldrijder. Hij probeert het toch, wil dan een handje, een voetje hebben en gaat dan nog een stuk proberen. Maar ik kan je vertellen, hier zo gaat het dan nog. Maar het lukt hem uiteindelijk niet hoor. Uiteindelijk moet hij toch gewoon weer stoppen. Gelukkig is het voor de Ronde van Vlaanderen allemaal goed gekomen. Ja, de renners zijn gewoon op zondag naar boven gereden. Overigens komt daar nog een Astana persman volgens mij. En die maakt nog een mooi filmpje als je dat wil zien op de Facebook van Astana. Grappig. En dan ben ik ook nog een keertje vol in beeld. Ja, die mannen lopen door. Ja, en ik op een gegeven moment ook ben weer op de fiets gestapt en gewoon weer naar boven. Het altijd nog steile stuk van de Koppenberg. Maar dit stuk is altijd goed te doen. Behalve dat laatste is altijd nog even afzien. Ja, geweldige berg. Er gebeurt altijd wat. En het is schitterend om tijdens zo'n tocht deze mannen tegen te komen. Quizvraagje. Welke berg is dit? Oude Quaremont? Nee. Dit is natuurlijk de Taaienberg. En weer zo'n heel smerig klimmetje in de Vlaamse Ardennen. Wel een mooi klimmetje. Vooral omdat je de keuze hebt tussen het gootje en de kasseien. Ja, je ziet het. Jan blijft op de kasseien. Ik in het gootje. Dit is het stijlste stuk. Volgens mij 15-16% is het. En dan loopt het nog door. Ja, dat zijn de plekken waar je of aan kan zetten of er helemaal doorheen zit. Ja, ik kon gelukkig nog wat bijschakelen. Mooi bergje. Ja, wij maken daarna nog hier trouwens Astana. Dat is de wagen die op de Koppenberg is blijven staan, want die hadden problemen om ook boven te komen. Ja, dan hadden we nog de Kruisberg gedaan en nog een andere bergjes en wilden we het eigenlijk afmaken met de Quaremont en de Paterberg. Maar helaas,
politie, Sloes, klaar. Het rondje zat erop. Wij zijn vanaf deze kant naar Oudenaarde gereden. Ja, want we mochten niet meer verder. Helaas, jammer, maar we hebben toch een prachtige dag gehad. Mooie renners tegengekomen. Ja, we hebben bijna 110 kilometer gefietst. Ja, dit boek van Paul van der Bos, de vaste trainer van Sven Nys, kan jij winnen. Ja, een nieuw boek. Ik heb het nog helemaal niet gelezen. Ja, de digitale versie heb ik gelezen. Maar deze niet, want deze is voor één van mijn volgers van Riebe de Bie. Aanstaande maandag komt er een filmpje online over wie de Amstel Gold Race gaat winnen. Ik kan er nu dus al een klein beetje over na gaan denken, want degene met de goede pronostiek wint dit boek. Dit was Riebe de Bie voor deze week. Nou, je weet het, duimpjes omhoog als je dit leuk vond. En abonneren wanneer je niks wil missen of kans wil maken op dit boek. Tot de volgende Riebe de Bie.